We komen er niet onderuit. We moeten digitaliseren. Vooral in deze periode waarin we heel veel zaken op afstand moeten doen. Digitalisering is namelijk nu en in de toekomst belangrijk voor de welvaart in Suriname. Wat zijn de uitdagingen, maar vooral de kansen bij het digitaal transformeren? Deze zaken bespreken wij in deze nieuwe aflevering van Under the Loop. Van harte goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Under the Loop. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over wat digitaliseren inhoudt en wat het kan betekenen voor ons land. Onze gastcolumnist vanavond is Rabba Robbie Parabici. Onze gasten vanavond zijn Anoushka Sonay, directeur van, zij is de voorzitter van de ICT-associatie in Suriname, en Anfit Ramlakan. Hij is ook bestuurslid van de ICT-associatie en directeur van DataSuur Suriname. Welkom, dank u wel, dames en heren. Dank u wel. En ja, Anoushka, hoe gaat het met je associatie? Met de associatie gaat het goed. En trouwens gefeliciteerd. Nou, dank u wel voor de felicitaties. Het is een mooie mijlpaal. Ja. En los van dankbaarheid voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt, zijn we natuurlijk ook heel trots. En willen we die trots natuurlijk delen met de samenleving. Oké, tevreden met wat de associatie de afgelopen 10 jaar heeft behaald, heeft bereikt in Suriname? Ja, eigenlijk wel. Want we zijn gestart in een ecosysteem wat niet echt geëikt is op digitalisering. En je hebt toch 10 jaar kunnen trekken, ondanks de randvoorwaarden er niet voor waren. Ja. Ik zei eerder directeur, maar je was eerst directeur van? Ik ben bij Spamakandra, ja, directeur bij Spamakandra. Ja, precies. Ik ben nog steeds. Ja. En dus je trekt al lang aan de bel, om het zo te zeggen. Ja, we hebben inmiddels nog 3 bedrijven erbij. We hebben ook een academy waar we mensen opleiden in ICT-beroepen. Oké. Ja. Anfit, ook gefeliciteerd. Je bent vooral bezig met data. Yes, dat klopt. Maar voor we naar data gaan, je bent directeur van DataSuur. Yes. Wat doet DataSuur precies? Nou, DataSuur is een dochteronderneming van TeleSuur. En zoals de naam het zegt, data in Suriname. Dus dat is ook ons primaire doel. Dat wij zoveel mogelijk data in Suriname zien op te slaan en zien beschikbaar te stellen. Dat is ook onderdeel van het digitaliseringstraject waar uw eerste vraag over ging. Als DataSuur zijn we sowieso ervan overtuigd dat elk bedrijf groei verdient. Zolang er een fundamentele ondergrond is van digitalisering en innovatie. Als deze twee samen hand in hand gaan, waar je dus dan de vraag kunt beantwoorden middels diensten, denk ik dat we zeker een hele goede toekomst zien voor DataSuur in de komende jaren in Suriname. Mm-hmm. En wat DataSuur betreft, we hebben ook enorme concurrentie van Google en die andere platformen die eigenlijk het opslaan van data tot een bepaalde capaciteit gratis aanbieden. Yes, dat klopt. Dus wij hebben dat ook ingezien bij ons strategisch plan. En wat wij toen hebben voorgenomen is, if you can beat them, you should join them. Dus daarom hebben we in het afgelopen jaar, dat is in 2020 zeker, 15 partnerschappen zijn we aangegaan met deze gerenommeerde internationale bedrijven. Een Google, een Microsoft, een Cisco, een Huawei en noem maar op. Wat dit voor ons en voor Suriname betekent, is dat we 1. Tegelijkertijd kunnen opgroeien met deze grote bedrijven en 2. Dat we de diensten veel goedkoper kunnen aanbieden aan de Surinaamse gemeenschap, voornamelijk de business segment. Hebben jullie een toename gemerkt van personen in diensten en yes, bedrijven die diensten van jullie afnemen? Ja, daar hebben we gelukkigerwijs vanwege COVID hebben we daar een toename in gezien. De reden erachter is dat mensen heel veel uitkijken naar Unified Communication en Collaboration Platforms. Wat zijn dat? Het zijn gewoon platformen waar je online met elkaar kan samenwerken en eigenlijk kan meten, aangezien je bij COVID dat niet kunt doen. Zo hebben we dan vanuit de Microsoft partnerschappen heel veel diensten kunnen aanbieden aan individuen, maar ook aan bedrijven. Oké, we komen straks daarop terug. Yes. Waar is Suriname precies in het proces van digitalisering vergeleken met de rest van de wereld? Een vraag voor jullie beiden, maar ik begin met Anoushka. Nou, de wereld is heel groot, dus als ik het even mag in compartimenten mag brengen. In vergelijking met de regio zijn we ongeveer gelijk.
In vergelijking met de rest van de wereld, zeg maar Europa en Amerika, ja, daar zijn we nog niet waar zij zijn. Maar we zijn precies waar we moeten zijn als je kijkt naar de verschillende aspecten die je moet ontwikkelen als je een ontwikkelde ICT-sector wil hebben. Ook als je praat over digitalisering. We hebben eigenlijk de afgelopen tijd veel gefocust op technieken, technologieën. En wat er niet genoeg is of onvoldoende is, is dat de regel en wetgeving toegankelijk is voldoende is. Het tweede is dat er ook niet voldoende human capital is. Dat zijn mensen die gekwalificeerd zijn om in een digitale wereld te werken. Mm-hmm. En dat is één van de realiteiten die COVID ons duidelijk heeft gemaakt. Precies. We moesten heel snel overnight overstappen op digitaal werken, digitalisering. En in dat heel proces van bedrijven digitaal transformeren, maar ook personen meer digitaal maken, loop je er tegenaan dat mensen niet de juiste skills nog hebben. En dat is dus eigenlijk een van de belangrijke facetten als je gaat digitaliseren. Ja, dat je mensen ermee moeten kunnen omgaan. En waar we de afgelopen jaren te weinig in geïnvesteerd hebben, ik zeg niet dat we niet geïnvesteerd hebben, ik zeg dat we er te weinig aan gedaan hebben, is werken aan die digitale skills van mensen, maar ook het creëren van een attitude en mindshift waarin digitaal meer is. Kijk maar naar de omarming van payments, betalingssystemen. Er zijn betalingssystemen waarmee we ervoor kunnen zorgen en er zijn educatiesystemen en er zijn e-commerce mogelijkheden die bestaan al en zijn al door Surinaamse bedrijven ontwikkeld. Maar je ziet dat niet terug in die samenleving. Ja. Ligt het aan die dienstverlening waarop eigenlijk niet echt gefocust is? Je kan dat ook zeggen, want als je dat hebt over mensen, heb je het ook over de dienstverlening. Precies. Want het zijn mensen die de dienstverlening verzorgen. En ja, de ICT-associatie heeft 60 leden. Dat zijn 60 bedrijven in Suriname met ICT als een core business, die ook KKF geregistreerd zijn. En daarbinnen zie je al, zoals Anwie dat net aanhaalde, wat Datasuur allemaal heeft gedaan. Ja. We hebben op onze site ook staan wat onze leden allemaal hebben gedaan om COVID, zeg maar, die situatie een beetje te overbruggen. Maar daar heb je de technologie en je hebt de support mensen, maar de mensen die het moeten uitvoeren, die hebben nog niet de skills en kunnen nog niet echt meegaan erin. En vertrouwen is een belangrijk aspect hierin. Ja, precies. Anwit. Yes. Als we kijken naar digitalisering, is het doel niet digitaliseren. Het doel is eigenlijk ontwikkelen. Willen we ontwikkelen, dan is digitalisering daar een methode voor. Als we ook gewoon kijken naar de ontwikkeling van de wereld, vanaf de jaren 1700 tot waar we nu zijn. In de jaren 1700 was de eerste industriële revolutie stoommachine. In de jaren 1800 was het elektrische machine. In de jaren 1900 was het een stukje automatisering waar wij eigenlijk, om eerlijk te zijn, in Suriname nu naar kijken. En in de 20er jaren, dus nu in de 21ste eeuw, is het echt artificial intelligence en robotics en internet of things. Dus om eerlijk te zijn lopen we wel achter wat betreft de dienstverlening level of services, waar je echt techniek kunt gaan gebruiken ten behoeve van de gemeenschap. Dus je gaat werken echt aan je ontwikkeling. Telesuur heeft heel hard getimmerd aan de weg. Daar ook dank aan Telesuur. Een 5G-technologie die bijna amper voor 30% in de wereld is geïmplementeerd. Een fiber to the home, een fiber to the curb, een nationaal breedbandproject. Geweldige initiatieven op het gebied van technologische ontwikkeling. Maar technologische ontwikkeling is slechts één paal op je stoel. Je moet werken aan innovatie. Je moet werken aan value-added services, zoals wij het noemen in de vorm van dienstverlening. En ten vierde, zoals Anoushka het aanhaalde, je moet werken aan je human capital. Het heeft geen zin om steeds internationale experts te importeren, keihard aan ze te betalen en om diensten hier in Suriname te implementeren, terwijl er heel veel afgenomen kan worden van de Surinaamse markt op zich. Als ik je zo hoor, zijn we toch wel waar we moeten zijn? Ik zeg dat we een beetje achterlopen, want we hebben bij wijze van spreken nog geen robotics, we hebben nog geen artificial intelligence en we hebben nog geen internet of things. En Suriname is een derde wereldland, so let's be honest, laten we niet zitten dromen. Dus we gaan ook niet vooruit kunnen lopen. We gaan altijd een stukje na-eilend zijn, maar het neemt niet van zich weg dat we nog steeds moeten werken naar deze type dienstverleningen waar ontwikkeling centraal staat. We komen straks op terug. We gaan nu even naar onze columniste vandaag, Robbie Parapichin Rappa. Kijkers, goedenavond. Om meteen met de deur in huis te vallen. Waarom wil het niet lukken nog met het ICT-onderwijs?
Ja, we hebben zoveel gehoord over informatietechnologie, ICT, informatie, communicatietechnieken. Ja, door die COVID zijn we met de neus op de feiten gedrukt. We gaan nu afstandsonderwijs moeten doen. Ik hoorde ze net de term bandbreedte. Sommige mensen vragen zich af, Sanasandati, moeten die banden breder worden? Ja? Nee. Een voorbeeld. Stel je voor, je hebt een fles waaruit met een rietje, met vertakkingen, 5 mensen van kenniswater moeten zuigen. There you go, mooi netjes. Plotseling door omstandigheden moeten nu 30 mensen uit dat, via datzelfde rietje, nu 30 vertakkingen ervan, moeten ze uit diezelfde fles gaan zuigen. Mooi, dat wordt een gezeuk van je welste. Ja, op een gegeven moment, heel rietje verstopt. Niemand krijgt wat kenniswater. Nou, dan is het duidelijker dat die diameter van dat sprietje moet groter worden, rond zoveel. En dat is dan die bandbreedte. Als mensen nu zo massaal meer gebruik maken van het internet, met Zoom, met vergaderen, thuiswerken en in het onderwijs, ja, dan zal die bandbreedte breder moeten worden en daar wordt aan gewerkt. Maar nogmaals, dat gaat niet 1, 2, 3. We lopen een beetje achter en dat kost centen, pisa. Oké, laten we dat laten. Maar we moeten dus wel mee rekening houden dat het niet 1, 2, 3 gaat. Het wordt een beetje roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig wordt er veel aan gewerkt. En dan nog iets dat ook met dit onderwijssysteem te maken heeft. Als je je apparatuur hebt en er zijn stroomschommelingen steeds. Daar stroom ik weer. Daar valt uit. Die apparatuur die kan daar niet tegen. Dat brandt door, allerlei microprocessors en zo. Dus je moet ook veel geld uitgeven aan het beschermen van je apparatuur. Ja, anders je lasa je sani. Dus ook dat is een kwestie van bijkomen en een beetje niet achterlopen met de dingen. Het kost allemaal geld en daar moeten we rekening mee houden. En dan tot slot een advies. Ik las het ergens in een artikel. In het onderwijs is men nu bezig, ja, afstandsonderwijs. Stel je voor, een leerkracht van derde klas MULO moet een hoofdstuk 1 uit een wiskundeboek, dat alle andere klassen ook moeten, alle andere scholen moeten behandelen. Hij doet het, anderen doen het, 30, 40 andere leerkrachten doen het, die een zo, die ander zo. Het voorstel is gedaan, waarom kiezen ze niet uit hun midden eentje, één leerkracht met ervaring, één die het goed kan, waarvan ze misschien zelf eens les hebben gehad, laat die les draaien, aan alle leerlingen geven en dan kunnen de leerkrachten die nog niet zoveel ervaring hebben, maar volg leerling Conifa, ervaren leerkracht, en dan gaan zij dat daarna toepassen, want dat afstandsonderwijs zal blijven, ook al gaan de scholen open, huiswerkbegeleiding van afstand en zo. Maar dit laatste advies heeft niet zoveel geld nodig, maar wel één belangrijk ding. De neuzen moeten in één richting kijken. Niet iedereen moet bezig zijn met zijn eigen hokje, eigen schooltje, eigen vakje, eigen ik. Ja, want dat is iets dat we heel goed kunnen in Suriname. Maar wat we niet zo goed kunnen is samenwerken, bij elkaar komen, eensgezind optrekken voor het hogere doel. United we stand, divided we fall. Vergeten we dat niet? Dank u wel voor uw aandacht. Tot de volgende keer. En dankjewel Rappa. En hij slaat de spijker op de kop. Yes, klopt. Heel goed gebracht. Ja. Bandbreedte. Ja. Anfietje had het erover, Telesure komt met al die geweldige dingen. We zijn op top of our game. Ja. Maar die bandbreedte. Klopt. Hoe zit het daarmee? Nou, precies hoe meneer Rappa het heeft uitgelegd. Je hebt een stukje vraag en een stukje aanbod. En vanwege COVID is de vraag vele malen toegenomen. Want stel je eens voor, iedereen zit gewoon thuis. En je bent dan gewoon letterlijk de hele dag bezig met social media en met je laptop of met je mobiele telefoon. Dus dat maakt dat de vraag veel groter is geworden dan het aanbod was. En uiteraard heeft elk bedrijf haar business case en de manier waarop er bedrijfsvoering wordt gedaan. En daar weet u ook, je hebt de kostenzijde en je hebt de opbrengstenzijde. Die twee moeten altijd in balans zijn.
Als de vraag groter wordt, moet je dan gaan investeren. En dat is de uitdaging voor Telesuur, denk ik. Om in één keer zoveel te gaan investeren. Als we kijken gewoon naar de internationale cijfers volgens GSMA, is de dataverkeer met 20% toegenomen in de afgelopen 2 maanden. En de aantal calls, dus de voice calls, als ik u zou bellen bijvoorbeeld, is 3 keer zoveel geworden sinds COVID-19. Dus daar ziet u dus dat de capaciteit zeker een investering noodzakelijk heeft van 2 tot 3 keer. Ja. En dat gaat dan buigen aan de kostenzijde. Dus dat is de uitdaging waar Telesuur mee zal zitten. Uiteraard is bandbreedte een vraagstuk die zeker in de toekomst beantwoord zal worden door Telesuur. Daar ben ik wel van overtuigd. En Anuska? Ja, kijk, investeren is belangrijk en inderdaad vraag en aanbod op elkaar afstemmen. We moeten ook realiseren dat ondanks er grote investeringen zijn gedaan voor een 5G-verbinding en voor fiber to the home, we nog niet overal hebben kunnen aansluiten. Ja. Dus dat, en het is een belangrijk onderwerp hoor. Infrastructuur is heel belangrijk voor alles wat je wil gaan doen. En we moeten ook kijken naar onze digitale infrastructuur. Ja. En dat de Telesuur, Digicel en Datasuur en UCC bijvoorbeeld. Kijk, het gaat erom dat je servers, je moet je data hier lokaal opslaan, ja, zodat je niet te veel naar buiten hoeft te gaan en minder van die externe bandbreedte nodig hebt. Dus daar maak je dan ook een win in, ja, voor wat je kosten betreft. Het is inderdaad dat de kosten veel hoger zijn, maar als we lokaal hosten in plaats van in het buitenland, ja, dan heb je alvast een winst daar. Maar we moeten ook wat meer geduld hebben en we moeten ook slimmer werken. Niet omdat we nu van huis uit moeten werken, moet je constant online zijn. Ja, ja. En online werken. Want in een huishouden heb je nu mama en papa die moeten werken en je hebt de kinderen die school moeten volgen online. Ja. En dat moet je dan goed gaan plannen en planmatig werken, te werk gaan. Ja. Het is niet goed te praten dat er een aantal situaties zijn waarbij internet steeds uitvalt of er niet voldoende bandbreedte is of je een uur moet wachten totdat de film gebufferd is voordat je ernaar, ja, kan kijken. Maar we moeten ook juiste prioriteiten stellen. Ga je in de primetime Netflixen, ja, of ga je productief zijn? Want je kan het internet ook gebruiken om te produceren. Ja, ja. En dat is waar wij ons de komende tijd op willen gaan focussen. Oké, okay, maar ja, de komende tijd, het gebeurt nu. Nu, op dit moment zijn we vooral aan het consumeren. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar de cijfers, of ja, die cijfers zijn niet echt bekend, maar als je gewoon analyseert waarvoor gebruiken wij het internet, ja, dan ligt het grootste deel echt tot 80% in het consumerend bereik. We produceren nog te weinig. Via het zijn, internet. Ja, we gebruiken het internet nog te weinig om te produceren. Terwijl, niet alleen het internet, maar ook gewoon de complete ICT-wereld, mm-hmm, perspectieven biedt dat je voldoende kan produceren, nieuwe beroepen kan creëren, dus daarmee werkgelegenheid kan brengen en ervoor kan zorgen dat je minder armoede hebt, zeg maar. Wat kan en moet beter? Niet alleen infrastructuur, human skills, vraag en aanbod. Anwit had het er net over dat we een achterstand hebben in wat we aanbieden op met betrekking tot artificial intelligence, internet of things. Maar hey, als de vraag er niet is, als er geen markt is, ja, zullen we er niet voor kunnen zorgen dat je dat op een commercieel interessant niveau kan aanbieden. Mm-hmm. Dus skills, maar ook regel en wetgeving, zoals ik het zei, moet in orde zijn. Die digitale handtekeningen moeten uiteindelijk geaccepteerd worden. Ja. Payments moet je ingedekt zijn. Je privacy moet gegarandeerd zijn. En als er geen een privacy lek is, moet je ook ergens kunnen om je te beroepen daarop. Maar dat heeft te maken met wetgeving. Er is nog geen wetgeving in place? Er zijn een aantal wetten. En een aantal van de wetten die moeten geüpdate worden, gemoderniseerd worden. Mm-hmm. Maar wat offline geldt, geldt ook online. Ja, ja. Toch? En je kan daar dus daarmee werken. En tot nu toe zie je dat de bedrijven zoals die van ons vooral met contracten werken, ja, SLA's werken, service level agreements werken, om ervoor te zorgen dat je ingekaderd bent. Maar het maakt het ook voor buitenlandse investeerders, want ja, Anwit had erover dat we moeten investeren. En meneer Rappa had het erover per ammonidee. Ja. En van waar komt dat geld? Je moet investeerders aantrekken. En investeerders gaan pas komen als regel en wetgeving op orde is. En als zaken doen in Suriname interessant is. Mm-hmm. We praten al een hele tijd over zaken doen in Suriname, investeerders aantrekken. Nu hebben we weer een andere uitdaging. Ja. Moet via de digitale snelweg, yes, de uitdagingen. Klopt, Harvey. Als we kijken naar de internationale snelweg, heeft Anuska het heel mooi uitgelegd dat lokaal afnemen veel minder belast zal zijn op de internationale vezel, waarbij je dus dat kunt gaan gebruiken voor andere doeleinden.
Om even toch terug te komen op de internationale glasvezel, denk ik dat wij als land echt een visie moeten hebben van hey, waar gaan wij naartoe voor wat betreft ontwikkeling. Meer vanuit de overheid, een meerjaren ontwikkelingsplan. En vanuit de ICT-associatie hebben wij anticiperend daarop al eigenlijk een Vision 2030 document vastgelegd. Alles helemaal uitgestippeld. Wat moet ICT gaan betekenen voor de toekomst van Suriname? Kijken we tot naar 2030. En daar zijn er een heleboel initiatieven waar connectiviteit inderdaad één van ze is. Maar accessibility, dat je eigenlijk internet toegankelijk maakt voor elk Surinamer, ongeacht waar je bent, van welk inkomstenklasse je behoort. It should just be accessible. Dat je ook kijkt naar quality, zoals Anoushka dat heeft verteld. Dat je infrastructuur top-end moet zijn, dat er een zekere metriek moet zijn voor kwaliteit. En heel belangrijk, retainability. Retainability heeft te maken met het feit dat je eenmaal online bent en dat je daar online blijft. Dat is de business karakter ervan. Oké, maar niet iedereen heeft een computer ter beschikking of een device, welk device dan ook, of goed internet. Hoe denken jullie dat we dit moeten gaan aanpakken? Want vooral als we kijken naar het onderwijs, dat is vooral een bottleneck. Klopt. En we just need to innovate. We hebben een televisie, we hebben radiozenders die wel bij wijze van spreken naar het binnenland kunnen. Daar heb je een digitale TV van Televisie, bijvoorbeeld. Dus daar zijn er heel veel innovatieve ideeën over die al in de pipeline zijn. Ik weet dat er nu een project is voor e-education via de televisie, vanuit Telesuur geïnitieerd. Dus daar werken wij als Datasuur ook aan. Dus er zijn een heleboel andere methodieken voor telecommunicatie waar we nog steeds de studenten en de leerlingen kunnen voorzien van eigenlijk de kennis dat noodzakelijk is. Oké. Maar Anoushka, je hebt vaker hier gezeten in de studio en we hebben vaker erover gesproken. We zien dat ons onderwijs toch niet eigenlijk heel ver uit de buurt is eigenlijk om die transformatie te ondergaan. Want Anfiet noemde het net, het kan via televisie. We zien dat het min of verschillende keren heeft geprobeerd, maar het schijnt niet te lukken. Ja, kijk, omdat we vooral naar hybride oplossingen moeten gaan kijken. It is not a one size fits all. U had het over de gebieden die geen internet hebben of de mensen die geen device hebben. Maar er zijn genoeg mensen die wel een device hebben. Het is net als een auto en die auto heeft 4 banden en er is nu 1 band lek. Omdat dat zijn de mensen die geen internet of geen device hebben. Maar je gaat niet omdat 1 band lek is, die andere 3 banden ook lek maken. Je gaat deze, je gaat de thuisbrenger opzetten en naar de garage rijden totdat je een nieuwe band hebt. Dat is wat we nu moeten gaan doen. Dus er moet een hybride oplossing komen waarbij zij, die dus wel online kunnen studeren en wel distance education kunnen hebben, wel thuis door ouders begeleid kunnen worden, dat je dat inzet voor hun. En het gedeelte dat niet kan, want dan heb je een kleinere groep die naar school hoeft, toch? Die gaat dus wel fysiek naar school. Dan heb je het probleem opgelost van te veel kinderen in één klas. Dan kan je afstand houden en nog steeds onderwijs geven. Inderdaad. Slim omgaan met de resources die je hebt, dat is belangrijk. Niet voor alle scholen 10 keer hetzelfde gaan maken, maar 1 keer kwalitatief iets goeds maken en dat distribueren. Je kan ook fysiek lesmateriaal maken en dat bezorgen. En ik weet dat dat een groot probleem is, omdat we het hebben over dat mensen niet wonen op de adressen die ze hebben doorgegeven. Er zijn heel wat issues. Maar als we ons door de issues gaan laten leiden, ga je nooit de oplossing krijgen. Precies. We moeten naar het grote plaatje kijken en pragmatisch te werk gaan. Wat is nu praktisch? Hoe kan je dit oplossen? En er zijn genoeg oplossingen. Er moet een mindset zijn en er moet een visie zijn en leiderschap om het te implementeren. Dat vooral. Ja. En je had het erover, Anoushka, dat 80% is consumptie. Ja. Maar hoe kunnen we verdienen? Op heel veel manieren. Ik heb gisteren een vlog opgenomen voor mensen van wat kan je eigenlijk doen om geld te verdienen online. En er zijn verschillende beroepen die je ook online kan leren. Je kan op YouTube kan je heel wat filmpjes vinden, maar er zijn genoeg educatieve websites op het internet van waar je gewoon een nieuwe beroep kan leren. Je kan virtual assistant zijn, social media editor zijn, software tester, noem maar op. Er zijn een heleboel, een scala aan mogelijkheden en dat kan je online leren en je kan dat als werk gaan aanbieden. En met het internet hoef je je niet te beperken tot de Surinaamse markt. Als je ook nog Engels kan praten, kan je voor alle landen eigenlijk een dienstverlener zijn. En dan kan je daar je geld verdienen. Dat kan dus als een individu, maar ook een organisatie, een ICT-bedrijf zou zich op zulke platformen kunnen aanmelden. Je kan je artwork
Surinamers zijn creatief, toch? We kunnen heel veel artistieke dingen maken. Kan je op het internet te koop aanbieden. Surinamse markt, maar ook de rest van de wereld. Ja, distributiesystemen zijn een uitdaging, maar wij zijn er om uitdagingen te challengen. En het is natuurlijk niet zo dat je moet laten leiden door de uitdagingen, maar door de opportunities. Oké. Afid? Yes, Afid. Jouw inzicht daarop? Hoe kunnen we meer van verdienen? Ja, helemaal mee eens wat Anoushka zegt. Don't limit you to the local border. Ik heb bijvoorbeeld studenten die ook gewoon lesgeven via Udemy. Een datastuurmedewerker doet dat ook gewoon als extra inkomsten. En believe me, hij maakt er wel wat mee. Zeker 1.000 US per maand haalt hij op. Alleen omdat hij online bezig is te werken. Zo zijn er ook online Upwork type oplossingen. Ja. Waar je je job kunt posten of waar je ook mensen kunt gaan of kennis kunt gaan importeren. Dus een heleboel aan opportunities. Okay. Waar internet nu eigenlijk de wereld voor je openmaakt. Waar je van alles kunt gaan doen en van alles kunt gaan leren. Maar ook kunt delen met de wereld. Oké. Mooi. We hadden ook een gesprek met Jean-Luc van Sarante, directeur van Ineffable. Is vooral een marketing- en brandingbedrijf dat zaken doet via de digitale snelweg. Want heel veel van de technische mogelijkheden die er zijn, zijn er al heel lang. Wij gebruiken ze gewoon vaak genoeg niet vanwege de structuur hoe onze bedrijven in Suriname vaak zijn opgezet. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Wij hebben het geluk dat we in een digitale branche zitten. Dus een deel van ons team werkt al langer dan 10 maanden van huis uit. En het voordeel wat het voor Ineffable heeft gehad, zijn heel veel dingen, heel veel technologische introducties, innovaties die wij binnen ons bedrijf wilden maken, die in de voorgaande jaren niet zijn gelukt. Lukken nu wel omdat we eigenlijk gedwongen zijn om op afstand te werken. En wij ook een van de bedrijven zijn die ook alle technologie of alle mogelijkheden in huis heeft om op afstand te werken. Dus ons team werkt nu al 10 maanden op afstand. Eigenlijk een groot deel vanuit huis. Een deel van ons komt naar kantoor op afgesproken tijden. Het kantoor is aangepast naar COVID-protocol. Maar heel veel werk en ook heel veel meetings met onze klanten, als het mogelijk is, doen we dat ook gewoon vanuit afstand. Jean-Luc, wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Als je een meeting hebt op Zuid en je moet van Paramaribo Noord naar Paramaribo Zuid rijden en dan weer terug, ben je vaak genoeg al zeker 40 minuten tot een uur onderweg. Dus 20, 30 minuten heen, 20, 30 minuten terug. Die tijd win je dan weer terug met het digitaal werken. Het nadeel is natuurlijk het persoonlijk contact wat je niet hebt. Sommige dingen zijn toch iets moeilijker om over het internet uit te leggen. Je hebt natuurlijk situaties waarbij capabilities van de verschillende bedrijven niet altijd in place zijn. Dus het kan dat er een storing is omdat jij via een bepaald platform wil werken, maar dat platform is niet toegestaan door de IT-deling van een bedrijf. Je gaat dus ook situaties hebben waarbij 3 van die platformen moet gebruiken. Bijvoorbeeld Microsoft Teams, Zoom en dan nog een derde optie. Omdat niet elk bedrijf vanwege de security redenen van het bedrijf het niet altijd toe is gestaan om met een bepaalde tool te werken. Dus daar zitten uitdagingen in, maar die zijn niet onoverbrugbaar. Een ander groot voordeel wat je hebt met het digitale is dat je makkelijker kan opslaan en digitaal kan opslaan. En dat brengt ook weer een nadeel met zich mee, dat er weer een security risk is. Bepaalde bedrijven zeggen gevoelige informatie, die mag niet uitlekken. En daar zit er natuurlijk weer ook gevolgen aan. Oké, een belangrijke vraag. En vele van ons hebben dus daarmee te maken. Waarom denk jij dat het voor Suriname nog niet zo goed lukt om op afstand te werken? Nog niet zo goed, hè? Ja, wat de reden is waarom we in Suriname nog best wel moeite hebben, zoals ik eerder heb aangegeven, de structuur is niet erop ingericht. Ook voor ons als bedrijf, we zijn een digitaal bedrijf, we werken op afstand, toch waren er bepaalde dingen nog niet in place die ervoor moesten zorgen. Een van de belangrijkste dingen is, er moet een wederzijds vertrouwen zijn. Er moet een wederzijds vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer zijn, dat als je van huis uit werkt, dat daadwerkelijk het werk ook wordt opgeleverd. Ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Als de werkgever ziet dat de werknemer harder of zelfs even hard of zelfs harder werkt vanuit huis uit dan wanneer die persoon op kantoor is, dan biedt dat al een stuk vertrouwen naar de werkgever dat het mogelijk is. Sommige dingen zijn makkelijker voor introverte mensen dan voor extroverte mensen. Dat hebben wij ook gemerkt. Introverte mensen, toen ze vanuit huis uit gingen werken, ze werden niet meer afgeleid, ze leverden beter op. Het was geweldig om te zien. Terwijl de extroverte mensen in ons bedrijf hadden juist heel veel moeite daarmee. Dus ik denk dat er een stuk vertrouwen dat het kan heel erg belangrijk is. Vanuit het vertrouwen zou je verder moeten werken.
En dat was Jean-Luc van Charante in gesprek met Priscilla Granhoeks. En heeft toch wel hele belangrijke dingen gezegd. Ik zie Anfied knikken. Yes. En een belangrijk gegeven, zeg vertrouwen, vooral bij het van huis uit werken. Yes, yes. Helemaal, hoe kijk je er tegenaan? Ja, helemaal mee eens, Harvey, wat Jean-Luc heeft aangehaald. Een stukje vertrouwen op de werkvloer is ook al een must, maar bij het online werken is het nog belangrijker. Het stukje vertrouwen kun je dan ook gaan kwantificeren door KPI's te gaan linken aan elk medewerker. Wat zijn KPI's? KPI's zijn key performance indicatoren of prestatieindicatoren, waar je zegt bij wijze van spreken elk maand moet een sales medewerker minimaal 10% groei aan sales teweeg brengen, bijvoorbeeld. Ja. Een technicus moet ervoor zorgen dat de diensten 99% van de tijd online moeten zijn. Dus dat zijn dan prestatieindicatoren waar je dan je medewerkers op kunt gaan meten en beoordelen. Ja. Dat hebben we ook zo gedaan bij Datasuur en doen we ook nog steeds sinds we COVID-19 hebben gehad en online werken dan een must werd. En daar heb je dan ook, Jean-Luc haalde het ook aan, verschillende collaboration platforms, een Teams, een Zoom, waar je gewoon alles digitaal kunt plaatsen, alles digitaal kunt meten en alles digitaal kunt volgen. Oké, maar hij zei ook iets heel belangrijks en ik denk dat het vooral te maken heeft met jullie Datasuur. Hij had het over een security risk, het vertrouwen dat bedrijven moeten hebben om hun data bij jullie op te slaan of tenminste op een platform op te slaan. Yes, dat klopt. Sowieso zijn we vanuit Datasuur ISO 27001 certified. Dat geeft aan dat we vanuit een security management optiek, vanuit een beveiligingsoptiek dan, principieel, eigenlijk 100% safe zijn. Daar hebben we jaarlijks onze certificeringen en audits waar we keihard voor betalen. Alleen zodat we onze klanten kunnen geruststellen, believe us, your data is safe with us. Dus daar hebben we echt heel veel in geïnvesteerd en daarom haalde Jean-Luc dat ook gewoon aan van het bedrijf. Dus ook soms ernaar kijken. Laten we gewoon kijken naar de financiële instellingen of de verzekeringsmaatschappijen. Daar heb je confidentiële informatie van je klanten die je toch liever lokaal opslaat. Oké, en Anoushka, waar moeten we precies naartoe en hoe komen we daar? What's the vehicle? Oké, waar we naartoe moeten is een goed ontwikkelde digitale economie. We kunnen daar heel veel... Is dat niet een te ver van mijn bedshow? Helemaal niet. Dat dachten we ook van online werken. Ja. En toen kwam COVID en toen moesten we het wel meteen. Ja, just like that. Ja. Dus het is niet te ver van mijn bedshow. Een digitale economie lijkt ver, maar als je kijkt naar hoe goed de providers al bezig zijn met applicaties aanbieden, software aanbieden, infrastructuur verbeteren. Hoeveel meer opleidingen er komen en mensen ook gewoon meer toegang hebben tot kennis, is het niet, is het niet te ambitieus, maar we moeten uiteindelijk wel een digitale economie gaan hebben. Ja, ja. En om daar te komen, daar hebben we een ICT Vision 2030 voor, waar Anwit het over, eerder over had, en dat gaat de ICT-associatie dus ook lanceren in het kader van haar 10-jarig bestaan. In de visie staat er precies wat je er allemaal voor moet doen. Ja. En wij hoeven dat niet op onszelf te bedenken, want ook de CTU en de ITU, dat zijn internationale organisaties op het gebied van infrastructuur, maar ICT enzovoorts, hebben al wat richtlijnen gegeven. Ja. En wij hebben gekeken hoe kan je dat op Suriname van toepassing laten zijn. Okay. En we zitten altijd met een paar aspecten. We zeggen infrastructuur, regel en wetgeving, maar ook funding is belangrijk. Ja, financiën, waar halen we die vandaan? Juist. Investeerders, buitenlandse investeerders, lokale investeerders. Mensen hebben wel, wat ze nog niet goed kunnen zien is omdat het zo digitaal is, is het niet tastbaar. Ja, dus ja. Je moet wat meer, tastbaarder gaan maken in de vorm van meer kwantificeren. Laten hoeveel weten. Hoeveel. Ja, hoeveelheden aangeven, maar ook precies aangeven wat de spin-offs zullen zijn. Ja. Ik had het net over beroepen die je online kan leren. Ja. De hele regio heeft op dit moment een tekort aan cybersecurity specialists. Als Suriname nou het voortouw neemt en zegt wij gaan een batterij aan cybersecurity specialists opleiden en we gaan ze in Suriname en de rest van de wereld of de rest van de regio gaan we ze te werk stellen. Dan krijg je alvast een additionele inkomstenbron voor Suriname. Ja. Is een stapje richting digitale economie. Maar hoe komen we daar? Dat is de belangrijke vraag. Ja, opleiden hè? Ja. Opleiden. Heel veel opleiden. Je moet natuurlijk een visie hebben. Je moet, je moet het kunnen dromen om het uiteindelijk waar te kunnen maken. Want als je niet kan dromen, als je het niet als ambitie stelt, dan ga je er ook niet naartoe werken. Ja, 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 ja. En ja, digitalisering is mooi, maar het is steeds afstand. Maar wij mensen zijn sociale wezens.
weet je, dat contact is toch wel belangrijk voor jou als mens zijnde. Hoe kijken jullie ernaar? Yes, Harvey. Het menselijke factor moeten we nooit vergeten. En ik denk ook niet dat digitalisering de sociale interactie zou moeten gaan verminderen. Het zou het juist moeten versterken. Als we ook gewoon kijken naar augmented reality, dat is een nieuwe technologie die wereldwijd gebruikt wordt, waar men operaties op afstand kunt doen. Dan heb je het weer het aspect van fysiek, maar dan in de gezondheidssector. Ja. Waar je gewoon met een robot, een arts die dan op afstand is, via een robot een mens opereert. In Suriname zijn we logisch nog niet zo ver. Maar dat geeft aan dus dat digitalisering wel nieuwe ontwikkelingen met zich kan meenemen. Ja, ja. Anoushka haalde een heel mooi voorbeeld aan van cybersecurity. Daar is er inderdaad een gat in de markt, in het Caribisch gebied. Hoe anticiperen wij als Suriname daarop? Snap je? Dus er zijn altijd een heleboel opportunities waar je de voordelen zeker veel meer zijn dan de nadelen. Waar je zeker voordelen uit kunt halen en dat digitalisering dan het sociale afstand misschien wel vergroot, maar veel meer voordelen oplevert. Oké. En jullie prognose voor 2021 wat betreft de sector in Suriname? Jullie hebben het beide geschetst, maar kort. Nou, ik kan nu de activiteiten aangeven die we gaan doen. De prognose is toch wel een beetje moeilijk, omdat we toch wel in een COVID-tijd zitten. En ondanks men weet dat je veel meer moet gaan investeren in digitaliseren, heb je door de verschillende lockdowns en het afname van consumptie, heb je dat bedrijven ook niet volledig op volle toeren kunnen draaien. En dat wil zeggen dat ze dus minder inkomsten hebben en minder kunnen uitgeven. Dus ja, minder kunnen investeren in die ICT-infrastructuren. Dus ik maak me geen illusie dat er in 2021 iets groots booming zal zijn. Ja. Als we er zeg maar goed uitkomen in de zin van dat we wel voldoende kennis met elkaar delen. In kleinere eenheden productie gaan stimuleren, ja, om later te kunnen opschalen. Ja. Daar hebben we mooie jaren gehad. Okay. En de ICT-associatie gaat zich dus daarop focussen. Avid? Yes, Harvey. Eens met Anoushka. Dus dat we echt moeten focussen op resiliency. Dus dat we echt focussen op behoud en stabiliteit. En ik voorzie dus dat 2021 echt een jaar zal zijn waar bedrijven vooral hun strategische richting moeten gaan evalueren. Je moet je even voorstellen, je krijgt veel minder geld binnen. De economische crisis brengt uitdagingen met zich mee. De koers wordt alsmaar hoger, dus je gaat even moeten manoeuvreren en adapten aan de markt. Vooral de SME's, waar Datazuur ook nog steeds een M is, een middelniveau of company, moeten we ook heel veel innovaties doen om nog steeds in leven te kunnen blijven. Dus let's be realistic, laten we realistisch zijn en laten we kijken hoe we eigenlijk 2021 kunnen overleven. Zodra COVID weg is, voorzie ik een economische crisis, want dan moet de wereld herstellen. Ja, ja. En dan denk ik dat 2022 wel veel beter zal zijn. Oké, dankjewel. Dus als ik zo naar jullie beiden hoor, is het niet alleen maar kommer en kwel. Yes. Maar dan hebben we toch een betere toekomst, vooral wat ICT betreft. Ja. We pakken even een korte break, zijn we zo dadelijk weer terug. En tot zover deze nieuwe aflevering van Under the Loop. We hebben de ICT-sector digitalisering onder de loep geplaatst. En we hebben gesproken met Anvita Ramlakhan, directeur van Datazuur. En Anoushka Sonay, zij is directeur van Spamakandra. En beide zijn ze voorzitter en lid van de ICT-associatie in Suriname. En ja, het ziet er promising uit, maar we moeten eigenlijk allemaal onze schouders onder het werk zetten. Dan komt het wel goed. Ja. En wilt u dit programma nog nazien? Dat kan via onze YouTube-kanaal ATV Suriname. En vergeet niet te subscriben of te abonneren op dit kanaal. Dat is gewoon te klikken op dat rode balkje. Zo mist u nooit meer een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer. Goedenavond.